betekent dat ik hier minder bang hoef te zijn. Hey allemaal, leuk dat jullie kijken naar het derde deel van Thief. En de vorige keer zagen jullie dat ik hem in twee gesplitst heb. Dus dit is gewoon het tweede deel van de tweede video. Dus het derde deel in principe. Nou ja, in ieder geval heel veel kijkplezier. En druk even op het blauwe duimpje en abonneer. Ah! Zeg me niet weer een booby trap. Oh. Ik ben echt bang voor vallen nu. Er moet een manier zijn om deze ancient te disablen. Ja, dus toch. Maar ik kan dit niet om. Ik kan ze niet onschadelijk maken. Dat is een beetje het ding. Ah, zelfs Bloem wordt bang van me. Moet je nagaan. Ik word bang van mezelf. Ja, maar shit. Ik moet daarheen, maar ik kan daar niet heen. Want ik krijg hoe dan ook een... Shit, zie? Ik kan daar niet overheen lopen, want dan ga ik dood. En ik kan het ook niet... Oké, even kijken. Die. Daarheen, daarheen, daarheen. En daar moet er nog iets zijn. Hier. Kijk. Als het goed is, staat ze nu uit. Oké. Ik ga ook heel eerlijk zijn, ik heb geen zin meer om... Ah! Shit. Daar gingen mijn levens. Ik hoop zo erg, hè, dat hij safede toen ik naar beneden... Net voordat ik naar beneden sprong. Oh, jongens. Het is zo slecht voor je hart, dit. Oeh, ik heb een snap. Ja, waar ben ik? Oh, net voordat ik... Oh, net toen ik die deur uitliep. Oké. Oh ja, dat moet ik ook nog doen. Oké, dus er was daar ook een trap. Goed dat ik dat weet. Hier dus weer een trap. Oké. Ik word bang van die geluiden. Het is echt alsof er een... Ik kan hier niet overheen. Dat is gewoon mijn dood. Maar ik kan het zo te zien ook niet... Kan ik ergens boven langs? Aan de andere kant er langs? Kan ik hier langs? Nee. Shit, 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 shit. Nee, ik weet niet wat ik moet doen. Nee. Eén keer dat ik er overheen stap. Ik kan er ook niet overheen rennen. Want ik ben al dood voordat ik dat, die kans heb. Dus er moet een manier zijn om wat uit te schakelen. Maar ik weet niet hoe. Yay. Shit. Ik ben... Regelmatig ga ik dood. Maar zo vaak als ik nu dood gegaan ben, is echt nieuw. Oké. Misschien zit er hier al iets, hoor. Oké, even zien. Daar! Kijk, gevonden. Oké, mooi. Dit zag ik net dus niet. Mooi. Dus uit. Kom, pak dan. Ik had niet verwacht dat ik zo ver... Waarom is het hier zo licht? Ik vind het licht helemaal niet leuk. Ik ben ook echt bang dat als ik dit doe, dat er ineens iets in gaat storten. Of dat er ineens weer van alles en nog wat verschijnt. Omdat het begint te hallucineren. En
Dan heb ik ook serieus het idee dat ik zelf aan het hallucineren ben. Ik zou nooit... Ik heb wel eens hallucinaties als ik te veel... Of ja, als ik heel erg ziek ben en ik gebruik te veel paracetamol tegen de pijn. Ga ik ook hallucineren. Ik begrijp wat deze man meemaakt. Ik kan hier niet verder omhoog. Er is hier nog meer, maar ik weet dus niet zo goed meer wat. Ik zie een wind. Nou ja, zoals ik al zei, hij kan niet you zwemmen. You said I'd find a book, Orion, not a whole library. There must be hundreds of tomes here. Huh? Oh, oké. Okay. Geen idee wat er gebeurde, maar... Oh ja, ik ben dus op zoek naar een boek. Dat moet ik niet vergeten. Hé, ik zie boeken liggen. Laat het goede ertussen zitten. Nee, dat is nou jammer. Maar het moet hier wel ergens zijn, zo te zien. Aangezien die geen... Ik heb geen pijltje meer. Ik wou... Nou ja, oké. Oké, nee, serieus. Ik ontlok dit omdat ik denk dat er een boek in zit. Nee, zit die er niet in. Oh, wel een boek. Niet het goede dus. Ik snap ook wel wat hij bedoelt met een hele bibliotheek, maar... Ik word zo bang van die muziek. Het is niet grappig. Oké. Hij stuurt me nu wel weer terug. Oké, nou, dat is fijn om te weten. Dat hij nu wel zoiets heeft van... Kindje, gaat de verkeerde kant op. Maar ik vind het raar dat het... Zodra ik hier kom... Is het ook gewoon weg. Dan is het zoek het maar uit. Oh, wacht. Nee, hij heeft nog steeds zoek het maar uit. Ik dacht in de eerste instantie dat het iets te maken had met die ramen. Die je telkens ziet. In de dinges, maar die, oh, die zitten daar. Ew, spinnenwebben. Nee, oh. Whatever that is, it doesn't look human. Wat? Wat er zit lijkt niet op een mens, zei hij dat nou? Ik zie niet wat ik zou moeten zien, denk ik. Oké, er is hier niets. Oh, ik dacht, waarom geeft het nou blauw af? Maar dat kwam omdat ik er doorheen gekeken heb. Nou, heb ik dat ook weer gedaan? Ik dacht echt dat er iets... Wat is er nou? Moet ik hier opstaan?
bang. Ze zijn in dit spel wel gek op geheime gangen bedenken. Ik ben ook echt bang voor de eerstvolgende trap. Oh, oh. Shit. Oh, nu moet ik er weer uit of zo. Ik voel me zo niet menselijk. Ik ben zo bang iedere keer. Ja, en nu heb ik dus het idee dat ik daar weer in moet. En dat ik dan een... Nee, oké, er is hier echt niks. Ja, behalve... Het zal iets te maken hebben met die rare ramen. Tot daar kom ik nog wel. Oh, misschien bedoelde hij dat met niet menselijk. Ik zie zoveel dingen. Oh, jongens, waarom kan ik hier nou niet uitkomen? Als ik het over een kleine 5 minuten nog niet weet, dan ga ik echt hulp inschakelen. Alleen moet ik dan nog even bedenken wie ik erover ga bellen. Want het is natuurlijk vanavond kerstavond. En ik ben bang dat het grootste gedeelte van de mensen die mij zou kunnen helpen er geen... Of geen zin in heeft. Zit het hier onder mijn poot of zo? Ik ben toch niet gek? Een beetje. Maar dat is meer omdat ik dat ben. Niet omdat ik... Hier. 10, 9, 8. Tenzij ik echt daarin moest, maar daar kom ik net uit. Zit er nog een knop in? Nee. Daar was iets mee, maar niet. Oh nee, hij wil ook echt dat ik eruit ga. Kijk maar, want dan ben ik hier en dan krijg ik dat. Ik vind het eng, ik vind het niet leuk. Ik snap niet waar ik heen moet. Even dit. Oh nee, hè? Er zit er nog een boekenkast. Maar hier stond ik net toch? Oh, het kan best zijn dat ik dan maar 1 boekenkast per keer kan openen of zo. En dan dat ik iedere keer moet al die symbolen gaan verzamelen. This place is a maze. I'll head for the central tower. Ik had waarschijnlijk net dat symbool nodig. En die had ik. Want dat is dat gat waar ik net doorheen keek. Maar goed dat ik even keek wat ik aan het doen was. Mau, wat wil je dan? Niet op de bankleuning springen. Dan valt de computer om. Ik praat trouwens altijd tegen Bloem. Als ik random tegen dingen praat. Maar dat... Komt omdat dat niet op camera hoogte. Tenzij ze ineens op de bank springt. Maar mijn computer staat op de bankleuning. En ik wil echt niet dat ze dus dan erop springt. Want dan is het dag computer. Waar kwam ik nou vandaan? Hier kwam ik vandaan. Oké, nou ja, oké, goed. Ik dat ook weer. Dus dan moet ik wel hierheen. Oké. Now that's useful. Oh, ik denk dat ik me wel weer een beetje herinner. Ik heb dit niet afgemaakt de laatste keer dat ik speelde. Toen startte ik hem weer op en toen...
was ik met iemand anders. En toen zaten we met z'n tweeën te gillen. Dat is heel grappig. Behalve voor alle mensen die er naar kijken. Het verbaast me ook echt dat ik nog nooit buren aan de deur gehad heb. Want ik word mishandeld omdat ik zo aan het gillen ben. Ik vind dit trouwens wel goed bedacht hoor. Daar kan ik niet omheen. Maar dan moet ik nu de volgende trap hebben. Kan ik dit kapot slaan? Oeh, kan ik tegenaan staan. Maar het gaat niet kapot. Well, it's an easy enough jump. But how to make a path up there? Klimmen. Nee, oké, het is duidelijk. Ik moet dus dat groene ding vinden. En daar is een trap. Met andere woorden, ik moet... Echt, ik vind het heel irritant dat ik de hele tijd alleen maar poppies vind en geen voedsel. Duidelijk. Ik moet nog ergens aan draaien voordat ik... Maar daar kom ik niet vandaan, hè? Oh, wacht. Er zit hier geen mechanisme of iets. Oh, wacht. Nee. Dus dat betekent dat ik waarschijnlijk volledig naar beneden moet. Ik moet die trap ervoor zorgen. Ik moet ervoor zorgen dat deze trap daarin gericht is. Het probleem daarvan is alleen, denk ik, dat als ik dat doe, ik die trap dus never nooit... Even kijken hoor, of mijn idee wat ik in mijn hoofd heb klopt. Nu ben ik wel boven. Oh wacht, ik denk dat ik het snap. Dan moet ik ervoor zorgen dat die andere trap... Er is nog een trap. Ja, kijk. Zit er dan nergens aan twee kanten een mechanisme? In ieder geval, wat ik ook doe, ik moet ervoor zorgen dat deze trap waarschijnlijk naar boven gericht wordt, zodat ik... Kunnen we alsjeblieft andere muziek aanzetten? Die ervoor zorgt dat ik het niet Spaans mijn auto krijg. Oké. Het was niet slim wat ik gedaan heb, want ik zit vast nu hier. Dus dat was niet de goede trap. Shit! Verkeerde trap. Jammer.
was dan een goede trap. Oeh, niet vallen. Dat ding wijst ook met zijn pijltje zo lekker van, ja, je moet naar dat groen toe. Ja, dat had ik ondertussen al door dat ik naar dat groene toe moet. Oeh, nee, je moet springen. Oh, maar wacht eens. Als ik deze trap nou weghaal. Die heb ik een trap. Dus nu kan ik naar de andere kant toe. Waarschijnlijk. Dus je hebt het wel goed bedacht. Oh, er zat ook daadwerkelijk iets. Godsamme. Dat gaat toch niet goed? Maar hé, ik ben al verder gekomen dan ik dacht dat ik zou komen, dus... Ik heb toch ook nog nooit afgevraagd waarom van die enge... Oh, hè, wat? Waar is mijn groene cirkel gebleven? En ah, ik krijg last van mijn hoofd van die koptelefoon. Dat Jean daar de hele dag mee op kan zitten. Daar is mijn groene wereld ding. Oké, met andere woorden. Daar moet ik heen. Wow. Oké, wow. Ah. Kijk eens aan. Als ik nou iets vaker zou met mijn neus zou kijken. Of met mijn ogen zou kijken in plaats van met mijn neus. Oh, dit is een video van 6 jaar. Ik denk dat ik hier echt veel in moet knippen om hem een beetje oké te krijgen. Ik haat dit soort muziek. Ik word er zo. Letterlijk gewoon bang van. Nee, hè? Dat zag ik toch? Zag ik dat niet? Ik ga deze trap nemen. Misschien is dit toch die trap. Nee, dat is denk ik ook niet. Nee, dit is die trap. Dan ga ik weer terug. Ik moet niet terug. Ik moet verder. Dit is die trap waarmee ik daarheen kom. Dus wel naar het groen. Waar moet ik nou zijn? Daar moet ik heen. We doen dit wel. We gaan deze trap even draaien. En dan gaan we daar naar boven. In plaats van hoe we net liepen. En dan kijken we zo wel, weer wat ik verder moet. Oké, ik weet niet of dit de bedoeling is. Waarschijnlijk wel. Mag ik aannemen. Wat ik vooral heel erg hoop, is dat ik niet terug hoef. Er was trouwens net zo'n eng wezen. Ik ben echt bang voor dat ding. Dat ik dat ineens ga zien. Wat ik overleef dat niet nog eens. Oh.
educated guess. This is the book I came for. But to steal it, I'll have to release it. Oh. Dat is verkeerde kans. Gelukkig speel ik op easy. Boek gevonden. Ah, nee, niet weer. Cornelius. Got the book. Oh. This has been a night under the town to remember. Oh my god. Oh, oké, wacht. Waar moest ik heen? Ik wil naar buiten. Ik wil klaar zijn. Ik heb hier geen zin meer in. Ik vind het niet leuk meer. Ja, is duidelijk. Voor mij in ieder geval wel. Ik ben er klaar mee. Volledig klaar mee. Serieus? Volgens dit ding moet ik omlaag. Oh, er loopt ineens een witte kat in de tuin. Ah, goed zo. Bloem verdedigt haar huis. Dat doet ze normaal niet, vandaar. Ja, mauw. Moet je naar beneden? Ja, waarschijnlijk. Ah, ik vind het heel leuk als ze elkaar zo voor het raam zien zitten. Dat betekent dat ze elkaar niet vermoorden. Mijn ouders hadden al gezegd dat er een nieuwe kat in de buurt is. Nou, dat is deze dus. Dan weet ik dat ook weer. Niet weer! Ik ga niet spieken. Oh, wacht. Ik weet al waar ik ben. Ik ben zo bang, aangezien ik geluid hoor, dat er hierachter ineens iemand staat. En waarschijnlijk is dat ook het geval. Maar ik sla nog liever die persoon dood, dan dat ik... Wie zou dat nou geweest zijn? That's easy for you to say. You're carrying the torch. I get the torch because I don't cheat at cards. Fair's fair. Als die deur nou nog open staat. Still bleeding on about that frigging card game. I was beating you pelicans for mackerels. Yeah. Good luck, Sergeant. Ik wist de vorige keer zo goed waar ik heen moest. En nu totaal geen idee. Zolang ik maar geen rare wezens tegenkom. Gaat het eigenlijk heel goed. In dit geval zegt mijn instinct ook te erg dat ik weg moet hier. Zonder... Oh nee. Wees dood! Wees dood! Wees dood! Nee, nee. Shit. Niet ik dood. Hij dood. Shit. Ik ga dood. Oh, ik heb geen voedsel meer, weet je? Dit is dus... Als ik nu dood ben, ben ik dood. Dan is het voorbij. Ik ging er ook niet van uit. You coming or not? Why? Ik werd eigenlijk weer gebeld. Come on, come on. Hey, I hear some... Shit! No match for me! Maar ik ga niet... Ik ben met z'n tweeën. Ik weet niet of ik dit moet overleven. Ik had niet verwacht dat er zoveel... Oh, wow. Shit! Nog meer. Ik had niet verwacht dat er zoveel zouden zijn. Dit bedoel ik dus met... Ik heb geen eten meer. Ik heb niks meer. Ik kan nu... Als ik nu aangevallen word door wie of wat dan ook, is het voorbij.
Dan is in dit geval het spel wel realistisch. Ik bedoel, als je in het echt dood bent, ben je ook dood. Dat is hier ook. Maar dan niet echt echt. Maar echt in een zeker opzicht echt. Kan ik daar naar buiten? Oh nee. Oh jongens. Wat erg. Oh, ik ben ook gebeld op mijn telefoon. En er is ingesproken. Nou, dat betekent dat ik later even mijn voice mogen luisteren. Ik ben bang dat het niet werkt om naar dat touw toe te springen. Ik weet ook niet 100% zeker of ik dat touw wel nodig heb. Aangezien hier een trap is. Oh ja, ik heb hem 100% zeker weten nodig. Hoe zijn hun hier dan gekomen? Place is old. Can't imagine what it was originally. This damned city. Shit. Ik heb één andere optie, hem hier weglokken door hem naar waar ik vandaan kwam te lokken. En dan heel snel dat touw te grijpen en naar boven te klimmen. Oh fuck. Oh wacht. Serieus? En dan is hij niet eens dood. En ik kan ook echt niet goed mikken. Ah, mooi. Het was dus niet de bedoeling om hem... Wat? Waarom kan ik niet naar dat touw toe? Serieus? Ik heb hem in de... Huh? Jawel, ik moet wel naar die touw toe. Hè? Huh? Bloem, hou op. Bloem is heel erg aan het miauwen, omdat ze naar buiten wil. En normaal gesproken vindt... mag ze wel naar buiten, maar ze mag nu dus niet meer 's avonds naar buiten. Specifiek omdat het bijna... niet... Punish me, mother. I've been bad. So bad. Oh, God! Hey, don't touch me. My leg hurts. What's the matter, General? Mummy, a little too much for you. Never speak of my mother like that again, you little whore! Ow! Get over here! What's going on here, General? No! That's it. Take your black tax and get out of my house. Jongens, besef je dit? Ik heb nog zo'n klein beetje, zo weinig leven. En ik krijg dat er niet bij. Test me on this. Shit. En ik kan daar dus ook niet weg. You! Filthy rat. I'm gonna kill you. Ja, één klap en hij heeft me echt gedood, dus... You gotta be nicer with the ladies. Nou ja, hij zit tenminste opgesloten in zijn eigen verstikte kamer. You're gonna regret this. Ik weet niet, ik ben deppend. Ik weet dat hij blij is dat hij dood gaat of zo. Ja? Oh, ik ben klaar. Oké. Mooi zo. Nou, ghost ben ik totaal niet.
Veilig ben ik ook niet. Laten we dit zeggen. Ik ben slecht. Mega slecht. Maar mooi. Mooi dit. Continu. Ik dacht eerst nog dat ik uit het hele gebouw moest gaan ontsnappen. Maar dat hoefde niet. Gelukkig. Oké. Okay. Oké. Dat was heftig. En ik dacht ook echt dat ik nog door dat hele huis naar buiten zou moeten. Maar hopelijk vonden jullie deze video leuk. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En hopelijk tot volgende week met een nieuwe Tief-aflevering. Dit was zo ellendig. Ja. Dit was zeker heel ellendig.